hebben om allerlei verschillende, redenen een prachtig lintje gekregen. Een lintje wat dan op de bos gespeld wordt. En ja, er staat toch wel een heel bijzonder teken op wat uit handen van de koning, zeg maar, wordt overhandigd door de burgemeester. En ik denk dat de burgemeester daar het beste in precies overstaan zijn. Beste mensen, hier staan de gedeputeerden van Zeeland en daar mag u trots op zijn. Ze zijn wat mij betreft een voorbeeld voor heel veel andere vrijwilligers die we ook vandaag bijvoorbeeld hier bij dit evenement weer zien. Maar zonder vrijwilligers gebeurt er in Landert in Zeeland helemaal niks. Als we morgen met z'n allen stoppen met vrijwilligerswerk, dan staat eigenlijk de wereld stil. Dus het is ongelooflijk belangrijk en daarom is het mooi dat een aantal van u deze mensen heeft voorgedragen en ze dus een beetje hebben mogen ontvangen. De komende periode is het eigenlijk weer tijd om mensen voor te dragen voor een lintje. En het zou mij wat waard zijn als ik 100 jaar hier weer met een aantal nieuw gedeputeerden zou mogen staan. En niet omdat deze mij niet bevallen, maar omdat elk jaar een aantal nieuwe en goede voegen een ontzettend mooi goed is. Ik zou u willen vragen om jullie gedeputeerden, de gedeputeerden van Zeeland, nog één keer een heel groot applaus te geven. Met dank voor alles werk wat zij hier in Zeeland gedaan hebben. Dank u wel. Dames en heren, blijf hier staan. Wij gaan het de middag officieel openen met een stukje Wilhelmus, niet het hele lied, want dat duurt tot 3:30. En dan hijsen we de vlag, dat is traditie, op de verjaardag van Willem-Alexander.